Voordat je gaat luisteren naar het interview dat Jurgen en ik met Martin van der Pol hadden, is het goed om je te beseffen dat dit interview is opgenomen op 11 maart 2020. Het betekent in de eerste plaats, als je zit te kijken op YouTube, dat je ziet dat wij nog geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. En nog veel belangrijker, het betekent ook dat Martin op dat moment nog niet wist dat de Olympische Spelen dit jaar niet zullen doorgaan. Desalniettemin hopen we dat je het leuk vindt om naar dit interview te luisteren en dat je toch nog een aantal mooie tips eruit haalt. Stay safe en doe geen domme dingen. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over zwaar vallen en toch weer opkrabbelen. De veerkracht van Martin van der Pol. Een heftige valpartij maakte 5 jaar geleden een einde aan Martin van der Pols ambities als marathonschaatser. Momenteel is hij als wielrenner in de race om aan de Paralympische Spelen in Tokio mee te doen. Is het een geluk bij een ongeluk? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, weer een bijzondere aflevering vandaag met gast. We gaan zo praten met Martin van der Pol. En jij hebt al een aantal keer over hem geschreven. Klopt. Hoe heb je hem ontdekt? Ja, zoals dat gaat. Via. Ik denk dat ik een paar jaar geleden door Aart Stichter, die had ik geïnterviewd. Ik was op zoek naar lokale sporters. En hij zei, je moet ga eens bij de familie van der Pol kijken in Amerongen. Hele sportieve familie van schaatsers. En eigenlijk via hem kwam ik erachter dat het inderdaad een sportieve familie is. Peter van der Pol is volgens mij de oudste broer. Gaan we het zo wel, horen we zo wel. Schaatser. En dan, maar hij zei, ja, die jongste van hun, ja, dat is een ander verhaal. Nou, en daar is het begonnen. Nou, ik denk dat we het daarover gaan hebben. Die heeft inderdaad een ander verhaal. En juist omdat we in deze podcast met de special guest altijd besloten hebben, we gaan voor de bijzondere verhalen, denk ik dat het verhaal van Martin daar prima onder valt. Ja. Dus we gaan luisteren. En met een mijlpaal, want misschien hebben we wel de eerste Olympische atleet hier in onze kleine podcast zitten. Dus, wie weet, ja. Martin van der Pol, welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je hier wil zijn vandaag. Ja, ik vind het ook heel leuk, zeker. Ja. Ja. Jij bent op weg naar Tokio. Ja. De Olympische Spelen 2020, ja. Maar Paralympische Spelen. Paralympische Spelen, ja. Ja. En niet eventueel, als je gaat, dan ga je als wielrenner. Ja. Maar ja, we horen net al van Jurgen, je bent ooit begonnen als schaatser. Ja, klopt. Ik denk dat jij dit verhaal inmiddels tot in den treuren hebt verteld. Ja. Maar misschien voor de kijkers en luisteraars die dat verhaal nog niet kennen. Neem ons eens mee terug naar die bewuste zaterdag in 2014, is het, hè? Ja, 25 oktober 2014 inderdaad. Ja, dat heeft mijn leven wel veranderd. Ja. Ja, ik was als marathonschaatser in Tialf voor de tweede wedstrijd van het seizoen. Ja. En eerste wedstrijd een beetje verprutst. Ja. Ik wilde mijn tweede wedstrijd eigenlijk alles goed maken. En, was je toen topsporter of op welk niveau was je toen aan het schaatsen? Nou, je bent min of meer topsporter, maar in marathon schaatsen kun je geen geld verdienen. Okay. Tegenwoordig is het wel iets anders. Er zijn een paar jongens die echt wel ervan kunnen leven. Maar ja ik reed bij de belofte, dus ik moest mezelf nog bewijzen. En, en ik las in het stuk van Jurgen, die dag zat er ook een grote ploeg naar je te kijken. Ja, nou, ik had al wel contact daarvoor met die ploeg inderdaad. Ja, en ik moest mezelf wel bewijzen. Ja, ja. En toen? Toen kort in de wedstrijd en er was al heel veel chaos, want wij zijn eigenlijk het naprogramma van de grote jongens, zeg maar. Ik reed bij de belofte,
En het licht werd gedimd. Er is altijd een neutrale ronde. En in de neutrale ronde was er al een valpartij. En de wedstrijd ging toch van start. En de helft van de peloton wilde wachten. De andere helft wilde door. En ja, het was gewoon niet helemaal duidelijk. En de wedstrijd voor ons bij de dames waren er ook al een paar ongelukken. Dus het was een hele rare avond inderdaad. En vroeg in de wedstrijd, goed ijs, die half, ja, is altijd goed ijs. Dus de snelheden, ja, die lagen echt wel hoog. Keihard. Ja. Ik weet nog wel, ik rijd ongeveer op 15e positie in het peloton aan de binnenkant. En een jongen voor mij, die stapt net over een pion heen. En ik heb die pion eigenlijk nooit zien aankomen. En ik stap erop en ik glij onderuit. En in die val neem ik 5 anderen mee. Die en, buiten je reden, naast je reden. Ja, want peloton was op dat moment iets breder inderdaad. Omdat het nog het begin van is. De wedstrijd. Iedereen is nog fris. Ja. En in die val neem ik 5 anderen mee. Beland ik in de boarding. Ik schiet ook weer terug. En dan slaat de paniek wel toe. Want ik zag bloed spuiten. Meteen al? Meteen, ja. En dat is altijd... altijd. Ja. Dat is geen goed teken. Niet goed, nee. En ik voelde eigenlijk niks. Dus ik wilde in eerste instantie wel opstaan. Maar toen zag ik inderdaad dat het mijn been was. En, waar dat bloed vandaan kwam. Waar dat bloed vandaan kwam. En dan raak je in paniek. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Wat was er gebeurd? Een van die jongens heeft dus vermoedelijk met een gestrekt been in de boarding mijn knieholte geraakt. Mijn linker knieholte. Ja. En dat wist ik toen ook nog niet eigenlijk. Maar, en ik voelde ook niks, want alles was door. Dus, precies. Zijn schaats had eigenlijk alles bij jouw knieholte doorgesneden. Ja, klopt. Ja. En dan kijk je om je heen en dan zie je eigenlijk de schrik van andere mensen. En dat maakt het eigenlijk nog veel erger. Ja, dat las ik in een van die stukken. Dat je eigenlijk afgaand op de reactie van de omstanders dacht... Oh, dit is nog veel erger dan ik dacht. Ja, mijn coach die kwam ook heel snel naar me toe lopen. Maar die liep ook eigenlijk net zo hard weer terug. Dus dat, is geen fijn teken, zeg maar. Dus, was er dan paniek of werd er gewoon doorgeschaatst? Of hoe gaat dat? Jij ligt daar in de boarding met een aantal anderen en er is een plas bloed. Ja. En er is, wat je zegt, paniek. En waarschijnlijk wat supporters. Het zal niet bomvol zijn geweest. Het was niet druk, nee. Maar wat is dan niet, neem ik aan, dat een wedstrijdsecretaris meteen iets zegt, affluiten die boel? Of, het peloton werd ook gelijk stilgelegd, wel. Maar die komen dus de volgende ronde, komen ze allemaal langs. Ja. En daar zie je ook aan dat die jongens, die waren er ook allemaal klaar mee. Ja. Dat hebben ze later ook verteld tegen mij en tegen anderen. Dat iedereen wist wel hoe laat het was. En niemand dacht er ook maar überhaupt aan om door te gaan. Ja. Behalve de competitieleider van dat moment. Ja, die heeft zelfs geroepen van haal hem snel van het ijs af. En dan kunnen we weer verder. Dus, Oké. Okay. Ja. Je bent van het ijs afgekomen, want je zit hier. Dus hoe ging het verder? Ja, gelukkig wel, inderdaad. Ja. Maar dan heb je aan getwijfeld, hè, lees ik. Zeker. Ja, maar niet op dat moment eigenlijk. Ja, eigenlijk ook weer wel, maar niet bewust, zeg maar. Je bent, er kwamen wel mensen naar mij toe, dus ik werd uiteindelijk wel geholpen. Ja. Er is een service medical, EHBO zeg maar, die loopt rond de baan en die kwamen bij me. Maar die sloegen ook dicht en dat was wel lastig. Dus wie ging handelen? Wat gebeurde er? Nou, ik heb dus het geluk gehad dat er een ambulancechauffeur als toeschouwer in het publiek zat. Deze jongen die is eigenlijk gelijk tijdens de val is hij al gaan rennen met zijn riem uit zijn broek. En heeft eigenlijk mijn bovenbeen afgekneld. Ja. Mede ook omdat het bij de dames ook al fout ging. Daar was ook al een valpartij. En ook met bloed? Maar niet zo ernstig. Ja. Precies. Ja. Maar hij was op zijn kievieven. Ja, ja hij stond op scherp. Ja. Ja. En hij is erheen gekomen. Maar er was ook nog een militair in het publiek. Maar die zei niet zoveel. En die heeft later ook nooit zo heel veel contact gezocht of gelegd. Maar die twee hebben dus echt adequaat gehandeld en ervoor gezorgd dat het bloeden in ieder geval gestopt werd. Ja. Ja.
En daarnaast heb ik geluk gehad dat mijn broer ook aanwezig was. Die had net daarvoor bij de topdivisie gereden en was eigenlijk bezig met cooling down. En die hoorde het dus. Die werd eigenlijk gelijk geroepen door iedereen. En die is naar mij toe komen rennen en heeft op mij ingepraat. En ja, eigenlijk ervoor gezorgd dat ik rustig bleef. Want ja, dat is wel belangrijk. Ja. En ja, dat was ik ook helemaal kwijt, de rust. Dus, ja. En dat was Peter, hè? En we zeiden net al, hoofdschudden, dat is niet jouw oudste broer. Niet de oudste broer, okay. Wel de ene oudste, ja. Maar dat maakt niet uit. Nee. Ja. Ja, ja, dus die kwam bij me en die begon simpelweg te praten over dat ik nog bij mijn neefje en nichtje was geweest. En daar was even mijn hele focus weg bij dat ongeluk. Ja. En, heb jij eerder bloed gezien? Want je hebt natuurlijk, je kent het verhaal, mensen kunnen heel slecht tegen bloed. Ik neem aan, dit spoot eruit, dus dit is logischerwijs dat je in paniek raakt. Ik vroeg me af, de snelheid waarmee het gebeurde. Praat je over minuten dat die man vanuit het publiek kwam en daar met die riem en het afbond? Ja, je moet snel handelen waarschijnlijk. Voor mijn gevoel was dat inderdaad wel minuten, inderdaad. Maar uiteindelijk was hij er wel heel snel bij. Oké. Okay. Ja. Voordat ik het ijs af was weer een ander verhaal. Dat, dat heeft echt gigantisch lang geduurd. Oh ja? Ja, want de nooduitgangen die zaten ook nog eens op slot. Niet. Ja. Dus er ging heel veel mis die avond. Ja. Oké, okay, maar toen eenmaal was de paniek was minder. Het bloed was in ieder geval deels gestelpt. Was het paniek minder? Nee, de paniek was eigenlijk niet minder, omdat ik al heel veel bloed had verloren. Ja. En dat was nog wel, dat kon ik ook echt om mij heen zien. En normaliter is het ook niet gebruikelijk dat iemand meegaat in de ambulance. Maar mijn broer is er wel. Ja, die heeft alles. Die mocht erbij blijven. Ja, die mocht erbij blijven, omdat het echt cruciaal was. En achteraf gezien heb ik ook gehoord dat het eigenlijk heel gek is dat ik het überhaupt overleefd heb. Omdat ik echt wel te veel bloed had verloren. Ja. Dus dat, En dan lig je in een ziekenhuis in Groningen. Ja. En dan word je je bent de hele nacht geopereerd, lees ik. En dan word je wakker. Ja. Als jongen, je was 21 op dat moment. Nee, 23. 23 al, oké, 23. Ja. Sluimerende topsportambities. Ja. En opeens lig je daar met een ernstig ongeluk in een ziekenhuis. Wat denk je dan? Ja, op dat moment de eerste reactie was, wow, ik leef nog. Want ja, toen ik in de ambulance terecht kwam, toen heb ik wel echt rare dingen gezien. En rare dingen, wat zie je dan? Ja, geen idee. Ik kan het niet uitleggen, maar tunnels en zwart. Ja, hallucinaties. Ja, okay. En paniek inderdaad. En dus mijn eerste reactie was wel, dat was het laatste waar ik bij ben geweest. Ja. En dan word je wakker en dan, wow, ik leef nog. Mm-hmm. Op een rustige plek, zeg maar. Dus het was de intensive care. Maar ja, ook direct ging ik over mijn nek en ja, dat was wel een hoop aan de hand, zeg maar. Ja. Toen was je broer er ook nog bij, neem ik aan? Nou, hij niet. Mijn oudste broer die kwam aanlopen samen met mijn vriendin. Ja. En dat was eigenlijk best wel grappig, vond ik. Maar mijn broer die ging even onder de stellage kijken hoe mijn been eruit zag. Maar die ging toen ook bijna over zijn nek. Maar ja, dat was 2014. Precies. Wat gebeurt er vervolgens met jou dat we nu hier met je zitten op weg naar Tokio? Hoe vat je die jaren daartussen samen? Ja, sport was altijd wel mijn ambitie. En ja, ik kom van een boerderij, dus veel bewegen heeft er altijd wel ingezeten. En net wat Jurgen net zei, uit een sportieve familie, dus het zat erin en ik wilde dat ook heel graag weer. Want ik was bijna dood, zeg maar. En dan ga je kijken naar wat zijn je mooiste herinneringen. En mijn mooiste herinneringen waren echt wel alles met sport, zeg maar. En ook het wielrennen. Maar dat deed je toen ook al, hè? Ja, op mijn 16e was ik begonnen met wedstrijden fietsen. Ja. Oké. Okay. Ja. En ook in het buitenland geweest, etappekoers gereden en dat is zo'n mooie ervaring dat je eigenlijk met een stel vrienden op pad gaat en een maximale prestatie gaat leveren. En dat wilde ik weer. In eerste instantie wel gevraagd aan de artsen van, joh, zou het nog mogelijk zijn om te kunnen schaatsen? Maar die waren eigenlijk wel heel duidelijk van, nou ja, je mag blij zijn dat je überhaupt je been hebt. En daarna kijken we wel verder. Want dan praat je over, ik heb met jou, jouw eerste interview, hebben we in Amerongen gezeten, in dat fietscafé.
Ja, daar kan ik me de proloog, ja. Zeker. Dat kan ik me goed herinneren. En daar hebben we natuurlijk uiteraard ook over jouw ongeluk gehad. Daarna de revalidatie. Hè. In Doorn heb je lang gezeten. Ja, militair hospitaal daar. Of in ieder geval revalidatiecentrum, MRC. Ja. Ja, en dan op het eind kwamen we eigenlijk uit. Toen sprak jij, en ik weet niet hoe lang geleden dat ongeluk toen precies was. Maar toen sprak jij eigenlijk al heel erg uit van ja, ik heb mijn zinnen op het wielrennen gezet. Ja. En wie weet, die Paralympische Spelen Tokio, daar ga ik in ieder geval nu voor trainen. Of misschien zit dat wel nog in het vat. Ja. En ja... Dat maakt het zo dat ja, op dat moment dacht ik, nou ja, goed, ik was nog helemaal onder de indruk van jouw eerder verhaal natuurlijk. En ik vond het hartstikke mooi dat jij weer een zin in het leven, een sportieve doel had in het leven. En in de tussentijd ben ik je wel een beetje blijven volgen. We zijn elkaar ook tegengekomen bij de Ronde van Midden-Nederland. Waar ik het bijzonder vind dat jij met de gewone valide natuurlijk mee fietste. Ja. Gewoon een van de jongens bent. Niks bijzonders daar verder. Maar ja, schetst mij mijn verbazing dat ik vorig jaar toch ineens in mijn Twitter-tijdlijn iets te lezen krijg over een WK, een medaille voor Martin van der Pol. Ja. En toen ineens dacht ik, wauw, hij... Nou, dat idee van Tokio, misschien dat is serieuzer dan dat ik toen gedacht heb. Ja, hoe is het zo gegaan? In eerste instantie na het ongeluk was ik inderdaad gewoon bij de valide jongens gaan fietsen. En nou, dat begon eerst eens een keer met een trainingswedstrijd. En of überhaupt eerst eens samen fietsen met anderen. Dan met een trainingswedstrijd. En... vervolgens ja, ga je dat uitbreiden en ging ik eigenlijk al vrij snel weer ook een wedstrijd rijden bij de elite. Ja. In eerste instantie... Want dat kon. Jouw been herstelde in die mate dat je in ieder geval weer gewoon kon fietsen, of niet? Nou, iedereen wil natuurlijk weten, je bent para-atleet. Ja. Wat heb jij? Ik snap, je bent je handicap niet, maar wat heb je nu nog? Wat heb je nu nog voor last daarvan? Nou ja, nu heb ik nog dat ik eigenlijk mijn hak naar mijn beel kan ik... Ja, nauwelijks optrekken. Okay. Mijn hamstrings zijn zo verkort doordat al die pezen niet zo lopen zoals het zou moeten lopen. Ja. Ik heb weinig tot geen gevoel in mijn onderbeen. Okay. En ik kan ook mijn voet niet heel goed heffen omhoog, zeg maar. Dus als ik heel Je bent beperkt in je bewegingen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Ik heb, als ik heel moe word, heb ik een klapvoet. Lymfebanen zijn ook door, dus... Ja, vochtophoping is ook altijd wel aanwezig. En nou ja, daar is fietsen dus een goede remedie voor. Ja, ja, ja. Ja, en, dus dat begon als een goede revalidatie. Ja, dat lekker eigenlijk met wel. Met valide sporters. Ja, ja, ja. En op welk moment komt dan opeens Tokio bij jou in je systeem? Tokio duurde al wat langer, maar wedstrijden rijden, dat kwam al vrij snel. Want op Hemelvaartsdag had ik al de Klim Classic gefietst in Limburg. Weliswaar met vijf vrienden en mijn broer. Maar had ik gewoon een toertocht van 160 kilometer over de in de Ardennen en over de heuveltjes. En dat was voor mij wel echt een mijlpaal dat ik dacht, het was ook een soort bewijsdrang hoor, van... voor mezelf van, ik kan het echt nog wel wat, zeg maar. En eigenlijk kon het niet, want ik kon niet staand fietsen. En ja, het was eigenlijk niet verantwoord, maar ik wilde het zo graag. En dat heeft wel iets veranderd in mij, dat ik denk van, ja, waarom zou ik ergens stoppen als ik, als ik echt een doel heb? Waarom zou ik dat niet kunnen bereiken, zeg maar? Ja. En dat was eigenlijk de eerste stap. En vervolgens ben ik via het revalidatiecentrum terechtgekomen bij Papendal. Daar heb ik een Paralympische talentendag meegelopen. Een paar testjes gedaan. Maar ja, ik wilde niet al die andere dingetjes doen. Ik wilde gewoon fietsen, want dat was mijn ding. En ik wilde ook bij het fietsen bekend worden, zeg maar. Ja. Maar goed, ik mocht de fietstest doen en daaruit bleek al vrij snel dat het wel goed is. Dat een soort talentendag, zeg maar. Dat ze allerlei gehandicapten, in ieder geval Paralympische, mogelijk Paralympische atleten uitnodigen. Ja. Verschillende onderdelen laten doen om te kijken van waar ze mogelijk
mensen hebben die in de toekomst wel eens goed kunnen worden in een bepaalde sport. Ja, ja, en dat is heel breed georiënteerd, dus dat kunnen alle sporten zijn inderdaad. En voor jou, nou, die fietstest, daar heb jij wel wat op laten zien. Ja, ja. In ieder geval duidelijk werd van, hier zit wel in potentie een atleet in voor de toekomst. Ja, ik denk het wel. En ook met mijn achtergrond dat ik al gefietst had. Ja. Dus dat, ja. Maar hoe ging het? Want ik dat denk ik nog steeds van, ja, dat linkerbeen. Ja, je kan natuurlijk met fietsen heel mooi zien of meten tegenwoordig hoeveel kracht je ontwikkelt. En, met die befaamde vermogensmeters. Ja, bijvoorbeeld met vermogensmeters. Of ja, we hebben het over het botbiken gehad, hè, waar ook de manier is om te kijken van hoeveel druk je uiteindelijk links versus rechts geeft. Ja. Die getallen, zijn die bekend bij jou? Ja. Of... En verbeteren, kun je die nog verbeteren? Of is dat wordt daar specifiek op getraind juist? Ja. Ja, nou ja, ik heb inderdaad een vermogensmeter ook met links-rechts verschil. Ja. En nou, eigenlijk vrij snel viel het me op dat de balans best wel weer goed was. Okay. Dus dat lijkt erop van, nou, dan heb je wel evenveel kracht. Maar dat is eigenlijk ook weer een beetje... Ja, dat klopt niet helemaal, want ik compenseerde gewoon heel veel, waardoor het leek alsof het 50-50 was. Ja. Dus ik kreeg heel veel heupklachten in mijn rechterheup, mijn gezonde kant, zeg maar. Ja. Ja, dus dat is niet zo 1, 2, 3 daarin te zien. Dus ik heb heel veel bij de fysio andere testen gedaan, met links-rechts verschil, afzonderlijk van elkaar. En daarin zie je wel echt wel degelijk een verschil. Ja. Dus daar ben ik heel erg druk mee aan de slag gegaan. Dus ook met krachttraining. Ik ben een wielrenner die krachttraining doet. Ja, er zijn er wel meerdere natuurlijk. Maar voor mij is dat wel echt ook een belangrijk punt om gewoon stabiel te zijn. Ja. En gaat het dan juist om krachttraining voor links? Of juist ook voor rechts, omdat die veel toch moet compenseren? En, eigenlijk beide. Maar links ook zeer zeker, want dat loopt gewoon achter. En dat wil je eigenlijk proberen gelijk te krijgen. Mijn bovenbeen was bijvoorbeeld ook een stuk dunner. Terwijl het eigenlijk... Zou niet nodig zijn. Er was geen reden voor, nee. Ja, nou ja, we hebben geleerd in een andere aflevering, als je je benen niet gebruikt, het is 1,5 kilo per maand aan spieren raak je kwijt. Dus dat is logisch natuurlijk. Ja. Maar is dat dan een zoektocht naar die fysio? Moet wel een beetje verstand van zaken hebben. En in ieder geval vaker met dit soort sporters gewerkt hebben, lijkt me. Anders kan je ook de verkeerde keuzes wellicht maken in zo'n trainingsprogramma. Was dat voor jou, of wordt dat vanuit NRC en NSF een beetje gestuurd? Ja, eigenlijk de topsportgroep van de KNWU, die heeft een fysio in dienst. En dat is ook... Ja, iedereen heeft weer wat anders, dus dat is ook een zoektocht natuurlijk. Ja. Maar dat zijn wel fysio's en bewegingswetenschappers die even iets verder kijken dan een standaard wielrenner, bij wijze van spreken. Ja. Want nou, dan kom je onherroepelijk op de categorieën. Hè? Je weet, bij de Paralympische Spelen, of in ieder geval sporten. Ja, alle mogelijke categorieën zijn er. Ik ken Jetse Plat, kent iedereen wel, een beetje. Zeker. Dan is een handbiker natuurlijk, de bekendste van allemaal. Die fietst met zijn handen. Ja. Onder andere is ook triatleet. Hè? En dan zit jij in een categorie, hoe noemen we die? Ja, cycling. Dus gewoon het wielrennen eigenlijk. En dan in de categorie, en dan nog een dan sub... 1 tot en met 5, inderdaad. 1 tot en met 5, ja. 1 zijn de zwaarste handicap, is de zwaarste handicapklasse. Ja. En 5 is de lichtste beperking. En hoe ziet zo'n wedstrijd er dan uit? Fiets je met die disciplines door elkaar? Hebben jullie een wegwedstrijd met een peloton? Of wat voor disciplines strijd je met elkaar? Ja, nou eigenlijk de wereldbekers en WK's zijn altijd een tijdrit en een wegrit. Nou, tijdrit spreekt voor zich, individueel. Ja. En de wegrit zijn vaak een combi. Dus de twee lichtste klassen rijden samen. Maar hebben dan allebei een andere helm. Dus een helmkleur om het uit elkaar te houden, zeg maar. Ja. Dus C5 rijdt bijvoorbeeld met een rode helm. En C4 die rijdt met een witte helm. Ja. En dat is eigenlijk ook weer heel moeilijk. En een extra... Hoe zeg je dat? Een extra ding in onze discipline.
Want de Italianen bijvoorbeeld, die hebben vier man bij de C4 en vier man bij de C5. En die spelen gewoon iedereen uit. Die Italianen weer, hè? Die zijn dus een ploeg met z'n achter. Zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. En wij zitten met in Nederland met twee man bij de C5. Okay. Dus dat wordt alweer wat moeilijker. Oké, okay. Maar is en dan wordt het daar, ik lees ook de verhalen, hè, dat er een beetje gefreubeld, gefriemeld wordt met die... Ja. Indelen in die categorieën. Ja. Iemand moet dat beoordelen. Artsen zijn dat waarschijnlijk. Ja. En dat is natuurlijk een grijs gebied ergens tussen een C4 en een C5. Ja, zeer zeker. Ja. Maar dan, goed, dat is zoals het is. Ik wil even benieuwd, want Martin, jij traint ook gewoon bij een valide fietsclub. Ja. Hoe verhoudt zich jouw niveau als C5 tweede van de wereld, tweede op het WK vorig jaar, tot elite renners in het profpeloton? Kan jij met hun ook mee? Of? Ja en nee. Okay. Nou, als je gaat kijken naar de absolute top bij het paracycling in mijn klasse, is iedereen eigenlijk ook betaald wielrennen bij de valide jongens. Dus ik ben eigenlijk de enige... Wacht even. Serieus? Ook betaald wielrenner, dus prof bij de valide. Dat betekent ze zitten bij een Movistar of een Quickstep in de ploeg. De iets kleinere ploegen, dus continentale ploegen en... de continentale ploeg. Die zijn gewoon proefwielrenner bij een continentale ploeg. En pakken als bonus soort van even de medailles in de Paralympics mee. Bij wijze van spreken. Ja, eigenlijk wel. Ja. En hoe is dat voor jou? Jij kan met hun mee en je kan van hun winnen. Ja, maar dat is... Kijk, qua absoluut vermogen ben ik niet een uitzonderlijke Paralympische wielrenner. Oké. Wat is jouw geheime wapen dan? Ja, ik denk toch meer het brede plaatje. Dus het mentale aspect, voeding, periodisering, eigenlijk alles. En het spelletje ook vooral. Je kan gewoon goed koersen. In de wegkoers, ik denk dat is niet uit te drukken in cijfers, maar ik zit wel vaak goed. Dus beter dan de tijdrit, dan dat is niet jouw sterke punt dan? Het wordt wel steeds beter. Fysiek voor. Maar zijn er geen continentale ploegen in Nederland die aan het rondkijken zijn en naar jou aan het kijken zijn, jou benaderen? Nee, eigenlijk niet. Ploeggenoot / concurrent bij het Paralympisch, die rijdt wel bij Beat Pro Cycling. Ja, dat is Daniel Abraham. Ja, maar die heeft ook wel bijzondere prestaties neergezet. Ja. Hij is bijvoorbeeld 2 jaar geleden of zo was hij Nederlands kampioen tijdrijden bij de Elite zonder contract. Ja, en dan val je toch wel even iets meer op, zeg maar. Precies. Ja. Maar was hij niet bij de Paralympische Spelen? Hij won goud in Rio, ja. Met op een hele bijzondere manier, volgens mij. Een beetje een hele gelukkige manier, meen ik. Ging dat ook alweer? Ja, die twee man... hij zou eigenlijk derde worden. Maar twee man die voor hem reden, die reden elkaar de hekken in. Ja. dat kan ik me herinneren, Toen kon hij er nog wat... Dus hij is nu jouw teamgenoot voor... gaat ook naar Tokio in ieder geval. Voor jou is hoogst waarschijnlijk. Ja, ik moet nog wel mijn best doen inderdaad. Maar Daniel is ietsje zekerder dan dat ik ben. Hey, en Martin, sinds hoe lang noem jij jezelf nou topsporter? Eigenlijk 2 jaar, maar... Dat is eigenlijk het moment dat je ook vanuit NOC financiële ondersteuning krijgt... en doe je niks anders dan fietsen? Niet helemaal. Niks anders dan fietsen, nee. Ik kom uit een werkende situatie en... Ja, ik ben ook al, niet oud, maar wel wat ouder dan een jonge, talentvolle wielrenner. Dus ik vind het ook gewoon, ik wil ook bezig zijn met mijn toekomst. En wat als die status een keer ophoudt, wat ga ik dan doen? Dus ik werk nog part-time ook, ja. Daarbij. En hoeveel uren in de week ben je dan met fietsen bezig? Krachttraining, hè? Als je dat zou moeten zeggen, een topsporter, hoeveel sport jij? Ik denk toch wel als trainingsuren 20 in de week. 20 uur in de week, ja. En dat is dan vooral op de weg rijden of wat doe je allemaal? Beschrijf eens. Ja, op de weg inderdaad. Krachttraining dan 2 keer in de week. En in de winter rij ik ook op de baan. Dus En wie begeleidt jou precies? Is dat inderdaad vanuit KNWU iemand? Floris Goezinnen is 10 jaar prof geweest. Ja. En die is. Want dat is natuurlijk denk ik sowieso in het profpeloton gaat het allemaal om individuele trainingsplannen, et cetera. Maar dat zal bij jullie nog extremer zijn. Dat is wel een puzzel, neem ik aan, ook voor zo iemand. Dat is zeker een puzzel en veel overleg inderdaad. Precies. Ja, en die alle vermogens doorspelen na afloop van de trainingen en daar weer aanwijzingen op krijgen. Klopt, ja.
Dat is wel een mooi bruggetje, want uiteindelijk in deze podcast zijn we natuurlijk op zoek naar de lessen om slimmer te presteren als amateurs. Dus we hebben jou nu een beetje leren kennen. We begrijpen een beetje wat je doet en over je discipline. Ja. En dan hoor ik net al een paar dingen waar ik denk, hé, misschien zit daar iets. Jij zegt, ik ben misschien niet de allersterkste en de snelste, maar mijn kracht zit hem in het mentale. Ja, dat nou, die wil ik wel eens uitrafelen. Wat doe jij mentaal waardoor jij slimmer presteert dan je concurrenten? Nou ja, dat is eigenlijk ook in de loop der jaren ontstaan, zeg maar. Ik ben met schaatsen was ik wel goed ook altijd, maar nooit de absolute top. Dus ik was nooit het absolute talent. En toch ben ik altijd wel doorgegaan. En ik denk, nou, dat ongeluk heeft mij daarin geholpen om echt door te gaan. En ik geef niet zo snel op. Heel simpel gezegd. Misschien ook boerderij heeft ook nog wel een achtergrond daarin. De mentaliteit vanuit mijn ouders. Moeder die ziek is. Ik vind het te simpel om te stoppen waar een ander stopt, zeg maar. Ja. En merk je dat dan ook in de wedstrijd of zo? Zie je dan mensen om je heen opgeven? Of zeg maar, ik probeer dat concreet te maken. Ja. Zodat ik dat zelf ook kan leren van jou. Waar uitzicht dat? Of hoe uitzicht dat? Nou ja, ik probeer me nu echt vooral te trainen ook. Ja, ik ben het ook echt aan het trainen. Dus ik luister ook podcasts. En ik lees veel. En ik probeer gewoon te kijken naar hoe dat brein werkt, zeg maar. Okay. En ook vooral in het moment leven. Okay. Dus je kunt je goed voorbereiden. Dus, nou ja, materiaal top, voeding top, goed gerust en een beetje getraind. Ja. Maar dat doen ze allemaal natuurlijk. Ja, dat doen ze allemaal. Maar wat de vervolgens ook allemaal bij wijze van spreken doen, is ook denken van, oh, ik ben echt goed. Of ik heb me echt goed voorbereid en nu ga ik het even doen ook. Ja. En dat probeer ik, nou ja, dat heb ik ook heel veel moeten leren en dat moet ik nog steeds leren. Dat is een proces wat je niet in één keer door hebt en... Nou, dat is het leven, denk ik. Ja. Maar ik probeer gewoon dat achter me te laten. Ik heb me goed voorbereid. Ik mag er trots op zijn. En nu is het gewoon koersen. En waarom doe je het? Dus het spelletje, het startschot gaat. En vervolgens wil iedereen demareren enzovoort. En ja, ik probeer te genieten in het moment, zeg maar, en mijn hoofd koel te houden. Want ook in een wedstrijd of een koers kun je heel erg druk maken. Nou, als jij bijvoorbeeld over de dijk rijdt naar Wijk bij Duurstede en je wil dat bordjesprint halen met z'n vijven, dan wil iedereen dat. En dan ga je van tevoren al druk maken. Ja. Daar komt hij. Wanneer moet ik aangaan? Maar dat probeer ik dus uit te zetten. Wanneer ga je aan? Dat moment, dat komt wel. Dat is... Ja, dus je zegt als het ware actief tegen jezelf, gewoon lekker fietsen, op de fiets zitten, niet met die koers. Nou ja, ik herken hem wel als het zover is of zo. Ja, eigenlijk wel. Dat moet je denk ik ook wel trainen, maar het moment is niet altijd hetzelfde. Dus eigenlijk de ultieme vorm weer van energie, de energiepuzzel, energie sparen door... eigenlijk niet toe te geven aan dingen waar je energie kan verspillen, door van tevoren al... je druk te gaan maken over. Ja. Ik hoor optimale voorbereiding eigenlijk wel. En continu bezig zijn eigenlijk met je sport. Willen verbeteren. Ja, dan kom je toch weer misschien bij die zelfregulatie, denk ik. Regie houden over je eigen sportcarrière. Ja. Wat ik me dan afvraag, haal jij ook... Je haalt hulp van podcasts, internet, boeken... Ja. Je spreekt mensen, neem ik aan. Ja. Maar loop je ook, bijvoorbeeld heb je een sportpsycholoog wel eens geprobeerd? De andere trucjes die er zijn? Een koptelefoon op met hersenstimulatie, om eens wat te noemen. Daar hebben we het al eerder in de podcast natuurlijk over gehad. Ja. Ja. Maar sta je open ook voor dat soort dingen? Of, ik denk het wel. Maar ik heb het nog niet nodig gehad nu, in ieder geval. Wie weet later, geen idee. Ja. Ik was zeker ook geïnteresseerd van die koptelefoon. Ja, okay. Voor de mensen die voor het eerst kijken of luisteren. Aflevering 4 hebben wij het gehad over een koptelefoon. Magische koptelefoon. Ja. Die door middel van stroom door je hersenen je beter zou laten presteren. Dus dat zijn wel dingen die je dan kent of op het spoor komt. Daarover gaat lezen. In ieder geval om maar te kijken, zijn er maar manieren om inderdaad ook dat mentale stuk ook steeds sterker in te worden. Ja, ja,
Ik ben nog wel even hongerig, Jurgen. Ja. Want in de koers snap ik. Oké, laat je niet gek maken. Ga weg van al die niet helpende gedachtes. Ja. Je moet ook een tijdrit rijden. Ja. Ik ben ook triatleet, dan moet ik ook in mijn eentje. Heb je daar nog mentale tips of dingen ontdekt de afgelopen 2 jaar als topsporter die je daar beter maken? Oei, ja, ik heb eigenlijk pas sinds deze winter een beetje door hoe je goed moet pacen. Dus nou, tell me. Wat heb jij geleerd? Nou ja, eigenlijk heel simpel rustig beginnen. Oh, daar hebben we hem weer. Ik zei het, Gerrit, hè? Conservatief beginnen. Ja. Maar was jij dan ook... We hebben toevallig een aflevering opgenomen over pacen, waarin ik heb bekend dat ik dat niet kan. Ja. Maar dat was ook jouw valko. Je begon te hard. Ja, ik heb een chronische zelfoverschatting. Dus ja. Kijk. Ja, de wegwielrenner, die wilde gelijk invliegen. En die hoort een startschot, of nou ja, in een tijdritgeval wordt afgeteld. Maar... Dan ga ik weer denken van, oh, ik heb goed getraind. Ja, ben fris. Ik ben fris. Nou ja, de ene keer rijd ik zoveel wat. Maar misschien op een goede dag kan ik wel nog meer wat. En dan ga ik toch altijd weg op dat nog meer wat. Terwijl dan kom ik mezelf altijd weer tegen. Okay, zeg maar. Toch ja. Wel. Dus, hamvraag, wat heb jij deze winter geleerd? Waarom je denkt dat jij komend seizoen en met name in Tokio jezelf beter kan pacen? Toch die blokken gewoon vaak doen. En, ja. De blokken in dat pacetempo wat je wil rijden. 20 minuten bijvoorbeeld. En gisteren toevallig heb ik ook weer zo'n training gedaan. En ja, normaliter zou ik gelijk hard willen om dat gemiddelde wattage zo hoog mogelijk te krijgen. Maar ik merk nu steeds vaker dat als ik hem eerst gewoon eraan wen, aan de weerstand, vervolgens ietsje versnellen, nou, af en toe nog iets harder en dan weer iets terug. En ja, vervolgens uiteindelijk naar het einde toe echt maximaal. Ja, dan kom ik op veel hogere wattages dan wat ik daarvoor deed. Dus dat is echt wel... Dus je zegt, ik ben heel bewust daarmee aan het oefenen... Ja. En daarmee aan mezelf aan het bewijzen en mentaal aan het trainen... dat dit wel degelijk een goede aanpak is. Ja, ja. Want je gaat ook... Ja, je moet het ook gewoon veel doen. Want ook dan ga je weer nadenken. Want in zo'n tijd is er veel meer om over na te denken. Ja, want het is, juist. Ja. Je bent ook alleen maar met jezelf en je hebt geen koers om je heen. Ja, heb je daar ook nog een soort mentale strategie voor? Van een boodschappenlijstje wat je afwerkt? Ja. Met taken bezig zijn? Ja, ik probeer me altijd heel erg te focussen op mijn houding en mijn ademhaling. Mm-hmm. Maar ja, dat lukt nog niet. Ja. Kan ook maar zo lang. Ja. Ja. Ja, dus soms dan zit ik weer iets te veel in dat houding. Oké. Ja, nee, kan ook averechts. Ik ben er nog niet super goed in, maar het wordt wel steeds beter. Want hoe lang duurt een tijdrit bij jullie eigenlijk? Dat is toch wel 30 kilometer. 30 kilometer, dus dan kun je lang inderdaad, kun je over een hoop dingen gaan nadenken. Ja. Wat is, dit vind ik wel leuk, want je bent natuurlijk eigenlijk, je zegt, ik ben 2 jaar topsporter, je bent op weg naar Tokio, je bent hartstikke leergierig. Ja. Als jij nu kijkt naar dit jaar ten opzichte van vorig jaar of 2 jaar geleden, wat zijn nog meer belangrijke lessen die je hebt getrokken als atleet? Vooral het genieten ook. Ja. Dat is wel echt een ding. Wat maar daar horen we heel veel, hè? Maar hoe maak je dat praktisch? Wat doe jij om goed erop te letten dat je geniet? Ja, moeilijk. Ja, dan vraag ik het. Want anders is het zo'n open deur. Ja, nee. Geen idee. Ja, ik heb natuurlijk ook dat ongeluk. Dus ja, ik kan elke keer weer terugdenken van... Ja, shit, ik had ook in een rolstoel bij wijze van spreken kunnen zitten. Of, ja, precies. Het feit alleen al dat je in een paraatletische discipline bezig bent... Ja. Doet je dat al de hele tijd daaraan herinneren. Ja, en ik kan af en toe dan ook weer bij de valide meerijden. En dan krijgen mensen weer respect voor je van... Hoe is die gast met anderhalf been, zeg maar, die rijdt mij er gewoon af. Ja. Dus daar krijg je dan wel weer moraal van en daar geniet je dan weer van. Maar het is ook... als ik 's ochtends op de fiets stap, vanochtend zat ik om 9 uur op de fiets bijvoorbeeld. En dan zie je mensen in de auto naar hun werk gaan en denk van, dit is gewoon mijn werk nu. Ja. Dus hoe vet is dat? Goed om je heen kijken en even zien wat je nu meemaakt. Precies, precies. Ja, mooi. Want zo realistisch ben je wel. Als schaatser was dat, daar begonnen we mee. Was dat niet gelukt om daar überhaupt je geld mee te gaan verdienen? Nou ja, misschien wel een paar jaar ook net zoals nu. Maar misschien ook niet. Ja. Nee. Hoe naar dat destijds ook was, dat hele ongeluk. Ineens zit jij nu wel in een wereld... Waarvan jij denkt, ik ben topsporter en ik ga naar een Olympische of Paralympische Spelen. Ja, dat is bijzonder natuurlijk.
Ja, maar jij zit ook volgens mij wel in een hele goede omgeving. Als ik het goed begrepen heb, is jouw vriendin is ook topsporter. Klopt dat? Ja, dat klopt. Kijk, zeker. Hier komt de journalist. Ja, en daar kwam ik pas na de later achter. Anders had ik dat in het vorige gesprek dat we telefonisch hadden voor het wel ook over gehad. Ja. Klopt, zij schaatst, hè, denk ja, ik. Ja, vrij goed ook. Vrij goed, hè? Ja, misschien dat is ook een verhaal, denk ik. Ja. Maar dat nu is weinig. Iedereen die kijkt en luistert denken, ja. Wie is zijn vriendin dan? Martin, wie is jouw vriendin? Nou, mijn vriendin is Laura van Ramshorst. Zij is ook marathonschaatster. Dat okay. Heb ik ook leren kennen bij het skileren / schaatsen. En, was zij dezelfde vriendin die toen ook al bij ja, 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 ja. Dus okay. Voor mijn ongeluk was ze ook al bij me. En dat is wel heel fijn geweest. Ja. 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 Hoe is het voor jou om terug te lopen in die schaatswereld? Want je gaat natuurlijk kijken bij haar wedstrijden. Je komt bij marathonwedstrijden, je ziet valpartijen. Ja. Wat doet dat met jou? Ja, in het begin was dat echt verschrikkelijk. Vooral ook omdat je de nonchalante, het nonchalante gedrag van anderen zag. Mm. Van, rondom veiligheid en zo. Ja, er is een ongeluk gebeurd en we gaan gewoon weer verder, zeg maar. Dat knaagde in het begin wel aan mij, maar dat... Ja, uiteindelijk moet ik dat zelf loslaten. Ja, want heeft die KNSU, hè, die organiseert denk ik die marathons, hebben die hier lering uitgetrokken van, want ik volgens mij... Wat wil je doen, botten schaatsen? Nou, dat zijn andere pakken, meen ik. Ja. Volgens mij kan ik me herinneren dat misschien dat pionnetje ook niet goed stond bijvoorbeeld. Ja, nou, je hebt het over de nooduitgang die geblokkeerd was. Ja. En nou, eigenlijk geen protocol voorhanden. Niemand wist eigenlijk... goed om hier mee om te gaan. Is daar lering uitgetrokken? Is daar iets veranderd of is het eigenlijk onderdeel van, wel, het gebeuren? Ze hebben wel degelijk actie ondernomen. Dus ja, snijvels te pakken inderdaad. Helmen. Er is tegenwoordig ook een betere service medical. Ja, ik weet niet hoe het nu heet, maar een hogere schaal EHBO die ook voor trauma dingen opgeleid is. Opgeleid. Ja. Okay, ja. En het plaatje eromheen hebben ze ook beter geregeld. Dus verzekeringen de reglementen ook. Zodat ze altijd kunnen terugvallen daarop. Ja. Dat was geen ook... twijfel meer of we wel of niet doorgaan bij zoiets. Nee. Nou, dat zie je nog steeds wel een beetje hoor. Maar een wedstrijd wordt wel vrij snel even stopgezet tegenwoordig. Ja. Bij een valpartij. Bij een valpartij. Ja. Hey, en over teruggaan, en daarmee maken we volgens mij dit verhaal ook mooi rond. Ik las in een profiel van jou op de site van Team NL dat die specifieke ambulancebroeder die toen zijn riem uit zijn broek trok en jouw been gered heeft, dat jij daar nog contact mee hebt. Ja, dat is gewoon een maat van mij geworden. Echt waar? Ja, dat is wel. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Of is hij altijd bij je in de buurt gebleven? Nou, ik was natuurlijk wel heel benieuwd, zeg maar, wie hij nou eigenlijk was. En hij is dus eigenlijk bij mij op bezoek geweest in het revalidatiecentrum. En het is gewoon een hele vrolijke, opvallende gozer ook. Ja. Ja. En dat was ook heel leuk die dag. En toen was het al snel zoiets van... toen sprak ik al uit dat ik wel weer wilde fietsen. En ik heb ook een fiets. Misschien moeten we een keer samen fietsen. Ja. Nou, dat hebben we dus ook veel gedaan. Ja? Samen fietsen. Okay. En de eerste keer moest hij mij wat helpen. En uiteindelijk moest ik hem helpen. Je bent inmiddels veel beter. Ja. Ja. Je denkt natuurlijk, hij luistert. Dus ik moet hem een beetje inhouden. Ja. Ja. Nee, maar ja. Dus dat is leuk. En we zijn nu samen ook ploegleider bij een marathon schaatsteam. Oh, dus, echt? Je bent ook echt weer terug in het schaatsen zelf? Ja. Als ploegleider? Ja, vond ik wel heel leuk. Want ik was er toch altijd vanwege mijn vriendin al om te kijken. En dan sta je langs de baan en dan zit je op te vreten over tactieken. Ja, zeg maar. Ja. Je hebt er wel wat te vertellen. Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar ja, ik denk wel veel over dingen na. En er was een ploeg, die hadden geen ploegleider. Dus toen zei ik van, nou ja, waarom niet? Ik ben er toch. Is dat een A-ploeg of een belofteploeg? Ja, dat is een A-ploeg. Okay. Ja. Cool zeg. Want je hebt je verhaal niet afgemaakt over je vriendin. Ja, niet marathonschaatsen, dat klopt. Maar die heeft wel bijzonder prestigieus wedstrijd dit jaar gewonnen. De alternatieve Elfstedentocht, als ik het goed heb. Ja, klopt. Ja. Was dat die op de, is dat de Wijzenzee of een andere? Ja, op de Wijzenzee, ja. 200 Was jij daar ook bij, zeg maar? Nee, helaas niet. Nee. Ik moest trainen natuurlijk. Ja. Nee, ik was in Canada voor de wereldkampioenschap baanwielrennen. Oh, okay. Dat is nog beter. Ja, dat is natuurlijk, om dat verhaal toch rond, dan moet ik ook weer denken aan je broer Peter, die ik destijds geïnterviewd had en die ook volgens mij hoog eindigde een keer bij een alternatieve en
de moraal van dat verhaal toen was, nou, als die Elfstede binnen nu en 3 jaar komt, nou, dan zie ik het wel zitten, ja. Ja. Nou ja, dat was, die 3 jaar zijn voorbij. Hij zal denk ik nu al over de top zijn voor dat. Hij is gestopt. In ja, precies. Ja. Dan heb je natuurlijk nu een vriendin die wel heel hard schaatst. En, ja. Ja, Martin, nou, onze vorige special guest, ik weet eigenlijk niet waarom we dat dan in het Engels zeggen, Jurgen, maar goed, die vroegen we ook, dat was Jacobina Eikelboom, en die vroegen we op een gegeven moment, hoe kunnen kijkers, luisteraars jou wellicht helpen op weg naar Tokio of überhaupt in jouw carrière? Zijn er dingen die, als je nu toch, wie weet, een wereldwijd publiek op YouTube of op Spotify hebt, zijn er dingen die mensen kunnen doen om jouw avontuur te ondersteunen? Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, shoot. Nou ja, ja, ik heb sinds kort de stichting. En nou ja, het is geen vetpot. Nee. Dus voor materiaal en dergelijke zoek ik nog wel wat sponsoren die mij financieel kunnen helpen, ja. Oké, okay, dus, een stichting, de stichting Martin van der Pol, of wat is dit voor een stichting? Ik heb het VDP Cycling genoemd, dus van der Pol. En wat is je doel met die stichting? Ja, eigenlijk het ondersteunen van de wielrennen en Martin van der Pol. Oh, dat wel. Ja, ja, ja. Het is nog niet breder en nobeler dan dat, maar nee, je moet natuurlijk eerst een topper worden met medailles. Ja. En je hebt, mensen kunnen dat vinden via een website, is er waarschijnlijk, ja, en nog sociale media kanalen. Ja, nu roepen. Ja, ja. Wij zetten het ook in de show notes natuurlijk. Ja, ja, martinvandepol.nl en op Instagram ben ik meestal wel actief en dat is Van de Pol Martin. Dus, ja. Okay. En log jij jouw training op Strava? Zelden. Oh, jammer. Zelden. Anders konden we kijken in de keuken. Hè? Ja. Hoe traint nou een topsporter? Bewust niet of... Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja, bewust om je concurrenten niet wijzer te maken? Nee, eigenlijk voor mezelf. Wat dan? Ja. Oh, hier zit nog wat interessant als amateur. Ja. Vertel, waarom? Ja, ik liet mezelf gek maken door Strava. Ik wilde toch een beetje bewijsdrang ook in mijn trainingen, zeg maar. En dat slaat, ja, als professioneel wielrenner slaat dat eigenlijk helemaal nergens op. Want je moet gewoon je oefeningen goed doen. Ja. En dan zie je in de wedstrijden wel hoe het is, maar... Maar dan bijvoorbeeld als je dan een rustige training had gedaan... Ja, ging je toch PR'tjes rijden? Ja. Of kwamen toch dan reacties van anderen die nooit. Maar gewoon voor jezelf, dat je bijna erbij wil zetten... Dit was een hele rustige training tussen twee haakjes. Nee, dat is het niet eens. Want ik rij op zich nog wel aardig door. Maar het is gewoon... Daar zit het dus ook. Ik wilde altijd hard, zeg maar, voor het gemiddelde op Strava. Dat iedereen weer kon denken van, wow, die fiets is hard, zeg maar. Ja. Okay. Ja, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ja. Nee. Voor mij dan in ieder geval. Nee. Dus je zegt, die gaat eruit. Ja. Nou ja, af en toe een leuke rit zet ik er wel op. Nou, we gaan je zeker opzoeken. Selectief. Mooi, en we gaan je volgen op weg naar Tokio natuurlijk. Leuk, ja. Ja, tof dat je bij ons te gast wilde zijn. En als jij nu nog steeds zit te kijken of te luisteren, dan kun je meepraten. We zijn benieuwd naar wat jij hebt gehoord, wat je hieruit ophaalt. En je kan ons dat laten weten via social media. Bijvoorbeeld @slimmerpodcast op Instagram en Twitter. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl en dan kan je een reactie achterlaten onder de pagina over deze aflevering. En als je een leuke boodschap hebt voor Martin, dan zorgen we natuurlijk ook dat hij hem bereikt. Of als je dat allemaal maar niks vindt, dan kun je ook een e-mail sturen naar post@slimmerpodcast.nl. Wij zijn heel benieuwd om te horen of jij hier nog dingen uithaalt, wat jou inspireert aan dit verhaal, waar je nieuwsgierig naar bent. En net zoals bij Jacobina, denk ik, als er nou nog heel veel vragen voor je komen, Martin, mogen we je dan nog een keer terugvragen? Ja hoor, zeker. Jawel, hè? Ja, leuk. Ja. Nou, mocht je nog iemand kennen voor wie het verhaal van Martin van der Pol ook interessant kan zijn, stuur de link naar deze aflevering dan vooral even door. En wij kijken ernaar uit om jou weer terug te verwelkomen bij onze volgende week. Kop koffie. Doen we. Tot volgende week.